Ja, NAC bindt ons. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Volgende week begint het leesproject Scorenboek. Een project dat voetballen en lezen combineert met als doel leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te blijven lezen. Een interessant project. Wij gaan dus even kijken wat het precies inhoudt. Hallo heren. Hallo. Kunnen jullie mij vertellen wat het doel is van Scorenboek? Kijk, het belangrijkste doel is dat kinderen enthousiast worden voor lezen. En er zijn met name jongens die toch van nature minder lezen. En wij denken dat ze door dit project extra gestimuleerd worden. Voetballers zijn toch een voorbeeld voor hen. En het is ook gebleken van eerdere projecten in het land dat het een enorm succes zal worden. Ja, want jullie zijn eigenlijk twee bibliotheken die samen gaan. En dit maakt ook wat specialer, neem ik aan. Ja, NAC bindt ons. Ja. Ja. Voetballen jullie zelf ook? Ja, maar niet zo heel erg goed. Mijn zonen wel, die spelen veel beter. Maar ik heb heel lang met mijn zonen, toen ze klein waren, elk weekend op het voetbalveld gestaan en ook een beetje meegespeeld. Dus ik ken het spel goed. Dus jullie zijn ook echt wel voetbalfanaten? Wel fanaten in de zin van passief, maar ja, dat is bijna niet passief als ik op de tribune zit. Nee, maar niet actief als voetballer, nooit gevoetbald ook. Hoe gaan de komende 9 weken eruit zien? Er is iets met een basisopstelling. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Maandag 4 en 5 en... eventueel 6 februari, wordt de aftrap gegeven in de klasse door de leesconsulent. En die gaat wat vertellen over het project. Die laat het filmpje zien van Gianluca. En ja, hoopt dan dat de kinderen zo enthousiast zijn dat ze heel veel boeken gaan lezen. Daarnaast hebben alle kinderen een collectie boeken in de klas gekregen. En uiteraard moet dan ook de leerkracht heel enthousiast zijn. Uit wat voor boeken bestaat de collectie boeken die de scholen lenen? Ja, heel veel nieuwe boeken ook. Hè. We hebben gekozen echt wel voor een nieuwe collectie. Ook gericht natuurlijk ook op de meiden, want die moeten we niet vergeten in dit geval. En gelukkig zijn meiden tegenwoordig ook steeds meer enthousiast over voetbal. Nu vooral natuurlijk het vrouwenelftal echt ook hele goede resultaten haalt. Waarom zet jij je in voor Scorenboek? Nou, ik vond het allereerst een heel leuk initiatief. En, ik was benaderd door Greetje en die vertelde mij, ik was eigenlijk gelijk enthousiast. En mijn nichtjes en mijn neefjes houden veel van lezen. En het leek me een mooi initiatief, dus daarom doe ik mee. Las jij vroeger als kind ook veel? Ja, ik heb best veel gelezen vroeger. Mijn lievelingsboek was vroeger Kippenvel. Die hele serie eigenlijk heb ik van gelezen. En naarmate je ouder wordt en wat meer aan het voetbal raakt, heb ik wat minder gelezen. Maar de laatste jaren heb ik Zlatan uitgelezen en die van de meiden, het boek. Toch echt wel twee voetbalboeken, omdat het bij mijn werk hoort. En ik moet zeggen, dat zijn wel twee boeken waarvan ik denk van, die zijn wel echt blijven hangen. Dus dat vond ik twee hele leuke boeken. Oké, en waarom denk je dat voor kinderen lezen zo belangrijk is op jonge leeftijd? Nou, ik denk vooral voor de ontwikkeling, taal en de woordjes leren en vooral het schrijven en dat soort dingen. En ja, ik denk met lezen dat het een goede basis is voor later, denk ik. En als je ziet, die kleine bij mij thuis, die lees ik iedere avond voor van alle verschillende boekjes en die vindt dat helemaal geweldig. En ja, als je ziet, bijvoorbeeld als je een bepaald boekje doet en 2-3 weken later kan ze hele delen of zinnen al mee praten. Ja, dan zie je, dan zie ik live eigenlijk thuis hoe zich dat ontwikkelt. Dus dat is alleen maar mooi, denk ik. Nice. Dankjewel. Nou, het is smakelijk, hè? Ja, proost. Breda Nu. Je weet het meteen.